Na het laatste fluitsignaal, nou, ze waren wel gebleven, het publiek, maar ik zag ze wel echt wegsprinten naar de fiets, terwijl het zonnetje begon te schijnen. Ja, wat zegt dat? Nou, in de eerste helft scheen het zonnetje wel, in de tweede helft niet. Dus misschien dat ze van de kou wegsprinten. Maar ja, goed, dat is een keuze die ze maken. En ja, het was een wedstrijd die ja, vrijwel de hele wedstrijd een beetje op slot heeft gezeten. Met sporadisch wat kansen van beide ploegen. Ja, sporadisch inderdaad. Heb je er genoeg gezien wat jou betreft? Ja, in de eerste helft komen we best wel een paar keer aardig door. En in de tweede helft denk ik dat we 1-2 keer voor de goal zijn gekomen. En Barendrecht heeft in de tweede helft ons wat meer onder druk gezet. Zeker in de laatste fase wedstrijd, waarin ze toch wat beter in de voetballende actie kwamen. Ondanks het veld. Maar de schoten die werden gepareerd door een uitmuntend Ruben Valk. En jullie wilden graag revanche, in elk geval qua spel, op die wedstrijd van vorige week. Is dat een beetje gelukt, naar jouw mening? Nou, kijk, de alle intentie is natuurlijk om dat te revancheren van vorige week. Maar nou, als ik zo het spel heb gezien en ook de toestand van het veld, ja, dan is dat heel moeilijk om te combineren. Nou, dan probeer je dat combineren een beetje weg te laten en wat meer vanuit het opportunistische. Maar ook daarin lieten we het een beetje na. Ja, en aan de andere kant, je hebt ook geen goals tegen gehad. Wat neem jij dan mee uit deze wedstrijd? Ja, genoeg positieve punten. Kijk, we komen ook een paar keer fantastisch door via de zijkanten. Ook vanuit de voetballende actie. Maar we nemen ook wel de dingen mee waarom we zo weinig voor de goal komen. Nou, daar gaan we over nadenken. Ja, wat is het dan voor tegenstander, Barendrecht? Is dat dan omdat jullie zo dichtbij staan natuurlijk bij elkaar op die ranglijst? Zijn jullie dan een beetje dezelfde soort ploegen? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat zij in hun tactiek dat ze wel wat verder zijn dan wij op dit moment. Maar daar moeten we ook niet voor weglopen. Wij komen nog steeds vanuit een behoorlijke situatie. Wat nog steeds wel een beetje wat ons achtervolgt, hè, vanaf december. Nou goed, dat is geweest. En wij proberen gewoon, zo goed en kwaad als het gaat, proberen wij de punten bij elkaar te harken. Nou, en dat, ik moet je zeggen, dat doet mijn team met vlagen uitstekend. Ja, en een statistiekje natuurlijk ook leuk, dat jullie nog steeds ongeslagen zijn in 2018 thuis. Ik bedoel, daar kun je ook wel mee thuiskomen. Ja, nou ja, goed, dat zijn inderdaad statistieken. Maar we proberen dat elke week bij een thuiswedstrijd vol te houden. Nou, dat is leuk. Je moet het publiek ook wat geven, vind ik. Nou, vandaag hebben we een wedstrijd laten zien waarin we wel beter konden. Nou, Barendrecht sprak ook voor deze wedstrijd uit van, joh, die derde plek die is nog wel binnen bereik. Hoe zit dat voor jullie? Ja, je wilt hoogst haalbare, want anders moet je ermee uitscheiden, vind ik zelf. Nou, en dan had ik vandaag wel wat meer vuur verwacht. Ja, dat komt er dan niet uit, welke omstandigheden dat dan ook zijn. Ik had hem graag willen winnen, maar gezien het speelbeeld en andere zaken, ja, is een 0-0 denk ik gewoon de uitslag. Maar kijken jullie ook specifiek dan naar zo'n plek dat je zegt van, nou, een derde plek, daar moeten we ons nu op richten? Nou, kijk, nogmaals, je wil het hoogst haalbare. En als je een vervangende periode kan pakken, dan moet je doen. Of zelf de derde pakken. En ik vind dat je altijd voor iets moet gaan spelen. En dat het seizoen niet zomaar als een nachtkaarsje uit moet gaan, dat zit niet in mij.